De brug over het Saramacca-kanaal te Beekhuizen is vanmorgen officieel geopend. De Beekhuizenbrug is de zesde overgang over het Saramacca-kanaal. De brug is officieel geopend door president Boutersen, minister Patrick Pengel van Openbare Werken en de directeur van de China Dalian International Group. Pengel zegt dat de bouw van deze brug onderdeel is van het Suriname Nationaal Infrastructuurproject, oftewel het Dalian 4-project. De Beunsma zei verder dat het Dalian 4-project gezien moet worden in het kader van de ontwikkeling van de fysieke infrastructuur ter bevordering van de welvaart en het welzijn. In dit kader heeft de regering een ontwikkelingsplan opgesteld met het doel om duurzame weginfrastructuur te realiseren die de basis zal vormen voor de verdere nationale ontwikkeling en betere bereikbaarheid van gebieden. De situatie doet zich thans voor dat de verkeersintensiteit naar en van het zuiden dusdanig is toegenomen dat verkeersopstoppingen, congesties, resulteren in langere rijtijden en reistijden. Het is dus noodzakelijk om meerdere en betere oeververbindingen te hebben over het Saramacca-kanaal. In dit verband is deze brug gebouwd om te bewerkstelligen dat de verkeersintensiteit op de Martin Luther Kingweg zal afnemen en omgeleid wordt naar de Sir Winston Churchillweg, zodat de verkeersdoorstroming vlotter zal verlopen en de filevorming enigszins zal worden teruggedrongen. In de volgende fase wordt beoogd om verder vorm te geven aan de verkeersafwikkeling. President Boutersen gaf aan dat hij in geen jaren in de buurt is geweest. Het staatshoofd was erg verrast over de duidelijke merkbare ontwikkeling van de omgeving. Ik zou het heel erg fijn vinden wanneer we niet alleen maar bruggen slaan over rivieren en kanalen, maar wanneer het ons zou lukken om bruggen te slaan naar elkaar als Surinamers. Dat wij als Surinamers niet zeggen dit heb ik gedaan, maar wij als Surinamers kunnen zeggen dit hebben wij weer gedaan. Wij hebben dit samen hier gedaan. Ik was de enige persoon waarbij de N7 zei, je moet kort praten. Tot zover president Desi Boutersen voor de officiële opening van de Beekhuizenbrug. Deze brug is de zesde overgang over het Saramacca-kanaal. Na de officiële opening heeft het staatshoofd samen met de buurtbewoners in de stromende regen over de brug gelopen.